Jacqueline. Hi, Anashua. Kom binnen. Ja. Oh, jeetje, wat een atelier heb je zeg. Wat een ruimte. Ja, lekker hè? Het is geweldig. Ja, het is heel mooi. Leeg lokaal van een school. Geweldig. Ik zit hier nou sinds een jaar. En ik deel het samen met Paul. En mooi dus, licht. Ja, heel mooi. Ja. En staan jullie vaak samen te schilderen? Ja, soms wel, maar niet heel vaak. Want hij is natuurlijk in de coronatijd niet veel geweest. Ja. Maar daarvoor stonden we wel regelmatig samen te schilderen, ja. Ja, hij gaat prima. Ja. Ik ben even jouw model. Dan sta ik hier een beetje met mijn handen te knijpen, ja. Want dat vind ik wel spannend zitten. Hoor. Ja, ga lekker zitten, want dan ga ik kijken of ik jou een beetje op het doek kan krijgen, ook kletsend. Dus, ja? Ja, ik ben er klaar voor. Maar ik zie dat je niet gaat tekenen. Nee, ik ga gewoon. Ik denk dat ik gewoon jou meteen met verf ga opzetten. Doe je dat altijd? Ja, meestal wel. Ik teken ook wel eens, maar ik ga het liefst teken ik dan met verf heel dunnetjes al. Maar ik ga het nu heel grof doen. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus ik ga beginnen met een ondergrondje. Waar heb je je opleiding gehad, Jacqueline? Ik heb Academie van de Schone Kunsten gedaan in Arendonk. In België, hè? In België, ja. Ja. Ja, ben ik in 2005 mee begonnen. En dan heb je eerst 5 jaar basis. En daarna kan je nog specialisatie doen. En dat heb ik ook gedaan. Daar heb ik 3 jaar over gedaan. Nog wel 1 jaartje tussenuit geweest. Omdat ik dacht, is het dit? Weet je, ik had niet het gevoel dat ik verder kwam. En toen kreeg ik een andere docent. En dat was een hele vrije geest. En die heeft mij echt over een drempel heen geholpen. Dus in het laatste jaar heb ik toch ook nog afgemaakt. En wat was de specialisatie? Een portretmodel, ja. Oké. Maar ik moet zeggen, sinds die tijd heb ik eigenlijk geen portretmodel meer gedaan. Ben ik veel meer op een andere manier gaan schilderen. Maar er komen nog wel steeds mensen in mijn werk voor, heel veel. Maar het is niet meer zo dat ik 1-op-1 portretten schilder. Nou, dat was meer in de basis, maar niet meer in die specialisatie. Okay. Dus het is al een tijd geleden, maar ik ga gewoon mijn best doen. Leuk. Dan gaan we kijken wat ervan komt. Ik ga eerst gewoon eventjes een ondergrondje maken. Wat inspireert jou zo? Niet mensen dus. Ik zit hier eigenlijk niet geïnspirabel te zijn. Nou, juist wel mensen. Ik schilder eigenlijk heel veel mensen. Maar niet in de zin van portretteren. Maar er komen wel mensen in mijn schilderijen voor. Maar heel vaak zijn het passanten. Die gewoon wandelend op het doek komen, zeg maar. Of een gedeelte van iemand. Of, snap je? Dus ja. Ben ik een beetje duidelijk. Ja, ogen of gewoon er loopt een mens door wat heen? Door een scène heen? Ja. Zoiets bedoel je? Ik heb een tijd gehad dat ik niet zo lekker in mijn vel zat. En toen zat ik op een terras en toen dacht ik, al die mensen die lopen ook maar door elkaar heen. En iedereen maakt zoveel mee en zit zo in zijn eigen wereld. En al die werelden die passeren elkaar zonder dat je iets van elkaar af weet. En dat heeft een hele tijd mij wel bezig gehouden. En toen ben ik ook met een serie portretten of een serie passanten begonnen. En dat zijn schilderijen waar gewoon heel veel mensen op lopen. Gewoon ten voeten uit. Ik kan je straks wel wat voorbeelden laten zien. Ja, leuk, leuk. Ja. Nou, dit is nog maar net eventjes zo, het begintje. Dit moet dan toch ook even drogen. Wat voor materiaal gebruik je? Acryl? Acryl, ja. Altijd? Ik gebruik ook wel eens olieverf. Maar ik werk liever met acryl, eerlijk gezegd. Snel droog. Sneller, ja. Ja, snel droog. En directer. Okay. Maar met olieverf heb je wel mooie kleuren en mooie overlopen. En ja, het heeft alle twee zijn voordeel. Maar ja. Ik pak het liefst toch acryl. Nou, nu gaat het erop aankomen. Ben ik klaar voor? Ik hoef niets te doen. Nee, jij hoeft niets te doen. Alleen maar zitten en mooi zijn. Ik kijk naar jou, goed? Ja.
En dan ga ik alleen eventjes het doek iets bijdraaien, zodat ik jou kan zien. En achter het doek. Achter het doek, zo ja. Dit gaat handiger. Jacqueline, jij vertelde net dat in het begin van de coronatijd je niet zoveel aan het doen was, maar vooral op terrassen aan het zitten was. Vooral op het terrassen? Op het terras aan het zitten was, naar mensen aan het kijken was. Nee, dat was al, dat was, van die passanten bedoel jij? Ja. Dat was eerder. Dat was eerder. Nee, in de coronatijd heb ik niet op terrassen gezeten. Maar dan... Die waren dicht, hè? Die waren dicht, ja. Ja. Nee, maar ik heb wel veel thuis gezeten. Dat ik niet... Ik ging er niet uit. Ik had wel zoiets van... Ik wilde gewoon niet zo graag weg. Ik weet niet. Vond je het angstig? Was toch een beetje angstig in het hele begin. En ik zat veel naar het nieuws te kijken. En ik was eigenlijk helemaal niet blij. En... ik was niet echt in schildermodus, zomaar zeggen. En hoe lang heeft dat geduurd? Ja, nou, een paar weekjes denk ik, een week of drie denk ik. En toen ging ik toch maar weer hier naartoe. En toen kwam ik hier en toen was het eigenlijk heel erg rustig. Was het, want de school was natuurlijk dicht en ik had geen cursussen meer om te geven. En Paul was er niet. En die zit in de gevarenzone, dus of in het risico. Ja, dus die was niet. Dus ik was gewoon de hele tijd hier alleen en dat was gewoon echt heel erg relaxed. En toen kwam ik helemaal in een flow en heerlijk rustig en lekker. Dus je werd getest, enorm getest die eerste fase. Ja, nou, ik was gewoon niet in de stemming om te schilderen. Ik ben wel bezig geweest toen met die. Op Instagram hadden ze die een Instagram account van mensen die iets met een bekend schilderij deden. Bijvoorbeeld een bekend schilderij van, ja, ik merk al meteen dat ik schilderen en kletsen is lastig, maar... Ik kan even zwijgen. Nee, maar is goed, maar ik vertel het ook wel graag. Op Instagram was een account en dan konden mensen schilderijen die ze leuk vonden namaken met op hun eigen manier. En toen was ik toevallig in die tijd heel veel bezig met dat meisje van Vermeer, meisje met de parel. Ja. En die heb ik toen gemaakt van sokken bijvoorbeeld. Een bolletje sokken dan op een bepaalde manier neergelegd. En die stuur je dan op en het werd. En dat komt dan in hun account, of hoe heet dat? Ja. En dan er zijn 1000 schilderijen inmiddels geworden die op een andere manier zijn nagedaan. En waaronder ook heel vaak het meisje van Vermeer. God, wat leuk. Dus je werd geïnspireerd door internet eigenlijk, Instagram? Ja. Social media? Ja, daardoor dacht ik wel weer van, oh ja, ik moet basic blijven met daarmee en ja. En zette het je aan tot een andere vorm van schilderen? Dat Instagram-account en wat je daar allemaal meemaakte? Nou, nee, dat eigenlijk niet per se. Maar dat was wel de academie die me dat deed. Want ik ben weer met die academie begonnen, maar dan een andere richting. Namelijk projectklas. En de lessen gingen op een gegeven moment door online via Jitsi Meet. Dus dan zat je met je studiegenoten en de docent. En die docent die zei van misschien moeten jullie eens gaan kijken naar hoe kunstenaars in het verleden om zijn gegaan met crisis. En dat heb ik toen gedaan. En dat maakte wel dat ik dacht van oh ja, zij heeft dat ook gestimuleerd hoor. Van probeer het nou eens zo te... te draaien, probeer er nou zelf iets mee te doen. En toen heb ik wel wat schilderijen gemaakt die te maken hebben met de coronacrisis. Oh, wat mooi, die gaan we direct zien, hè? Ja, want normaal ben ik eigenlijk niet iemand die veel aan de hand werkt van maatschappelijke thema's of zo. Maar dit was wel zo allesomvattend, dat moest er wel eigenlijk in. Inkomen. Dus, waar ben je normaal? Welk thema inspireert je normaal dan? Dat is heel wisselend. Ja, voor, mensen, weerspiegelingen in ramen en zo. Ja, dat. En groen ook wel, iets met natuur.
bloemen begint de laatste tijd ook weer meer te komen. Maar dat is ook weer meer een reactie op die corona. Want op een gegeven moment had ik het zo gehad ook met die corona. Dat ik dacht, ik moet gewoon eventjes iets met vrolijke kleuren gaan doen. Dus even lekker bloemen. Ja. En miste je de lessen? Het kan ook een bron van de... Eigenlijk niet. Eigenlijk niet, want ik vond het heel erg lekker om niet naar België te hoeven. En om gewoon wel alles te kunnen volgen, maar vanuit mijn eigen omgeving. En we hadden heel veel interactie met andere studenten. Ik bedoel, we hadden het heel veel over elkaars werk. Mm. Veel meer als dat je normaal gesproken doet. Dus ja, dat was wel lekker. Dus het heeft je een boel opgeleverd, eigenlijk? Ja. Het heeft me ook alweer wat opgeleverd, ja. Ja, zeker. Jij blijft zo zitten met je arm zo op de... Oh ja, doe ik. Want dan komt hij nou... Even kijken, hier ergens in. Moet iets hoger zo. Mijn neus begint te kriebelen. Oh, je mag best wel krabben hoor. Maar... Ik vraag me af of de mensen met wie je hier schildert, hè, in deze ruimte... Of jullie elkaar ook stimuleren in iets. Of dat je iets van elkaar overneemt. Of kritiseer je elkaars werk ook. Ja, nou, ja, dat is het fijne aan dat je zo'n atelier deelt. Want daar doen we dus veel. Gewoon even, nou, niet ongevraagd. Zo hebben we dat met elkaar afgesproken. Want je moet wel lekker je ding kunnen doen. En je moet gewoon vrij kunnen zijn zonder dat er iemand met je meekijkt. Ik merk nu ook, er wordt meegekeken. Dus dan ben je anders bezig. Dus we hebben afgesproken... Dat wij alleen maar wat over elkaars werk zeggen als je ernaar vraagt. En dat doen we dus ook af en toe. Van, oh, kan je eens meekijken? En dan is het heerlijk als je van iemand anders kan horen wat hij ervan vindt. En die heeft vaak nog wat tips. Of die kijken er nog weer net heel anders tegenaan. En dat is, ik vind het heel fijn. Dat is een van de fijne dingen van samen een atelier delen. Dus je bent geen loner? Nee, ik voel me veel minder loner. Toen ik het atelier bij mij aan huis had, was ik veel meer alleen. Ja. En nu, want Bea Evers die zit hier aan de overkant. Daar ga ik dus ook mee naar Arendonk altijd. En ja, wij helpen elkaar heel veel. We zitten heel veel, we bemoeien ons. Ja, en gewoon ook met het gehele kunstenaarschap, zomaar zeggen. Ja. Dus het is niet alleen over het werk, maar gewoon over... Nou, ook de alles zakelijke wat kant te maken misschien. Heeft. Ja. Tentoonstellingen. Ja. We hebben ook in januari zijn we ook allebei naar Art Arnhem geweest, een kunstbeurs. En dat is dan ook heel leuk, heel fijn om dat samen te kunnen doen. Gewoon, ja, kan me voorstellen. Ja. Minder alleen, dat is lekker. Ja. Maar je hebt natuurlijk corona, weinig inkomen, geen cursussen. Ja. Ja. Heb je ze ontmoet? Klanten, laat je ze hier komen of is dat puur iets wat op tentoonstellingen moet gebeuren? Klanten, moet je mij horen. Ja, ja, nou ja, ik had nog wel een opdracht die ik ondertussen heb afgemaakt, of twee eigenlijk. En de cursussen zijn inmiddels weer begonnen. Ik heb wel de groepen iets kleiner gemaakt, zodat we ook met z'n allen goed de ruimte hebben. Ja. En we zijn nu aan het inhalen, want eigenlijk meestal is het juli en augustus. Geen cursus, maar we zijn nu nog bezig met een cursus. En aankomende zaterdag gaan we een hele dag met z'n allen buiten schilderen. Om toch ook weer een paar lessen zeg maar in te halen die we gemist hebben. Ja. Dus je bent eigenlijk als mens die eerste 3 weken wel getest. En als kunstenares. Ja. Het was een stille periode. Ja, klopt. Ja. Het was wel eventjes... eventjes anders denken en anders wat werken. Wat is daaruit voortgekomen? Ja, dus andere werken. Andere soort werken wel. Groot verschil? Nou, niet qua schilderstijl niet, maar qua onderwerp misschien wel. Ja. Eerder, ja. En merk je dat ook, en dat gaan we direct zien, hè? Want ik ben echt reuze benieuwd. Merk je het ook aan de cursisten? Dat het hen geraakt heeft op een bepaalde manier en tot iets anders gebracht heeft. Misschien ook als mens. Ja, als mens natuurlijk. Het heeft iedereen natuurlijk wel wat gedaan. Volgens mij is er niemand die
niet persoonlijk geraakt is door de veranderingen die geweest zijn. Maar, er nog zijn, ja zeker. Maar ik merk niet verschil of zo in onderwerpkeuze of manier van schilderen. Ja. Nou, niet iedereen trouwens is ook weer gestart met de schildercursus. Want sommigen vinden het ook gewoon nog te eng. Ik heb ook een mevrouw, hele lieve cursist. Die is 78 geloof ik. En ja, die durft het ook gewoon nog niet aan natuurlijk. Dus daar ga ik dan naar huis. Dan kijk ik, elke keer ga ik dan bij haar. Zij schildert heel veel thuis. En dan ga ik bij haar, dan zet zij het in de tuin. En dan ga ik elke week even bij haar langs. En dan, wat leuk. Dan geef ik wat tips en dan help ik haar weer vooruit. Ja. Wat leuk. Ja. Ja, dat is toch ook een goede manier eigenlijk. Ja, ja, dat is heel, ja, dat is ook heel leuk. En weet je, dan zie ik haar ook nog eens. Want ja, ze zit ook al zo lang op cursus. Ze is ook gewoon, ja, op een gegeven moment krijg je ook een leuke relatie met je cursisten. Dus, dat is altijd, ja. Nou, ik denk dat kunstenaar zijn een intiem gebeuren is eigenlijk. Met jezelf. Ja, dat echt, klopt. Hè? Ja, dat is het ook zeker, ja. 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 Heeft dit op de korte termijn is nu al duidelijk wat het effect is van deze periode. Heb je ideeën over de lange termijn, hoe dit jou raakt? Of misschien in je lesgeven verandert? Of je wensen op lange termijn? Nee, ik denk niet dat het zo is dat er verandering komt daarin. Nee. Niet anders dan het anders zou gebeuren? Nee, dat denk ik niet. Het past allemaal nog wel steeds in mijn straatje. Of het blijft altijd allemaal nog wel gewoon doorgaan. Misschien is het iets minder. En ja, nou, ik moet zeggen, die periode dat er hier, dat het zo'n rust was en dat ik alleen maar hiermee bezig kon zijn, ja, daar was ik wel heel erg blij mee. Want dan merk ik, dan kom ik toch veel dieper in een concentratie of in waar ik mee bezig ben. En ik merk dat het nu doorgaans, want dan heb ik cursus en dan heb ik weer dit. En nou ben ik aan het voorbereiden voor exposities. En je moet zorgen dat je foto's op de website staan. En weet je, dat soort dingen. Ik ben dan weer zo afgeleid door allerlei afspraken. En die periode van corona was gewoon zo rustig. En zo alleen maar daarmee bezig. Dat was eigenlijk, ja, dat zou ik eigenlijk wel heel graag vaker en langer willen. Ja, goed. Het zijn ook niet lekkere omstandigheden om een portretje te maken. Nee, jij bent zachter, ja. Als dat ik jou heb gemaakt. Nou heb ik een tijdje heel goed naar jouw hoofd gekeken. En net, toen ik begon. En dan is heel belangrijk de eerste vorm, die staat er niet goed op. Dus, maar dat kwam, weet je, dat is dan in het begin en dan ben je aan het praten afgeleid. En, ja, ik denk als je het nog een keer zou moeten doen, is het altijd anders. Dat is zeker. Maar goed, het is wat het is. Dat zeggen ze dan altijd, toch? We moeten stoppen, omdat het tijd is. Maar eigenlijk ben ik nog niet klaar. Oh, dus. En eigenlijk vind ik het ook jammer dat ik je niet meer lachend erop heb. Want we waren best wel serieus in gesprek. Dus het is ook een heel serieus schilderij geworden. Jacqueline, je hebt tijdens die coronafase echt geschilderd. Ja. Beïnvloed door. En daar ben ik zo benieuwd naar. Nou, er stond in die tijd een foto in de krant over een Spaanse hou. Daar waren ze bezig om allemaal bedden neer te zetten. Dat was de opschaling. En die vond ik wel heel erg droevig en interessant ook wel gelijk. Nou, dat is het ook echt.
En ja, dat zijn dus die bedden in een hal. En dit hier rechts is eigenlijk een suggestie van de weerspiegeling van de familie die achter de ramen moet blijven staan. Ja. En dat wit van die bedden, dat geeft in die hele zwarte omgeving ook wel weer een beetje hoop of zo voor mij. Dus deze heb ik gemaakt naar aanleiding van de corona. Indrukwekkend moet ik zeggen. Dank je. En dit is er ook nog één. Dit is een stationshal. En eigenlijk die ruimte eromheen, dat hele drukke. Dat is eigenlijk de tijd waar we in zaten. En plots, boem, kwam daar corona. En toen stond even alles stil. Lege perron. Wat doet het jou, dit zo te schilderen? Nou, ja. Wat doet het mij? Ja, het is niet dat, het is niet dat ik erdoor ontroerd ben. Maar ik ben blijkbaar wel geroerd waardoor dit eruit komt. Dus dat doet het mij. En daarna ben ik... ik heb deze ook nog gemaakt. Dus ook een beetje die stilte en eenzaamheid en die verlaten ruimte. Wat er dan eigenlijk ook weer uit voortkomt. Zo'n heel... een spiegeling ook weer in het raam. Maar ik heb ook... Ik ben er stil van. Jacqueline, ja, ik vind het heel indrukwekkend. Nou, het is ook wel een beetje de stilte die in dat schilderij spreekt, vind ik. En dit? Vlak? Dat is eigenlijk... Zou je kunnen zien als een weerspiegeling van iemand in het raam. Ja. Daarna ben ik begonnen met... Dit was na de 3 weken stemmige stilte, persoonlijke stemmige stilte. Dit kwam eruit na die 3 weken. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Eerst dus die naar aanleiding van die foto. Die bedden. Ja. 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 En daarna dacht ik van nou, toen had ik ook wel weer eventjes genoeg van al dat stille. En toen ben ik eventjes een heel ander schilderij. Ik wilde gewoon heel graag bloemen schilderen. Dus ik wilde vrolijkheid. En toen is dit gewoon gekomen. Want de roze is een beetje van tante Tilletje. Van de familie Knots. Daar ben je heel blij van. Ja. Ja. Ja, we hebben met mijn neef en nichten een filmpje gemaakt. Voor onze ooms en tantes. Want die zijn allemaal oud en die zaten allemaal alleen. En toen dachten we, hoe kunnen we hun nou opfleuren? Toen heeft ieder een filmpje... Klein filmpje van een minuut of zo gemaakt. En toen heb ik dit laten zien. En toen heb ik zo met zo'n klorretje roze verf aan mijn kwast zo beëindigd. Van een klorretje roze verf hier. Omdat je daar gewoon hopelijk weer een beetje blij van wordt.